Goed. Het academisch minuutje, laat ik zeggen, is gepasseerd. Dus goedemorgen iedereen nog eens en welkom bij onze reeds derde Topcon Positioning Belgium webinar. Vandaag willen wij graag met jullie de nieuwe softwareversie 7 van Magnet Field doorlopen en bespreken we meer in detail de berekening van volumes. Maar zoals het hoort, willen mijn collega's en ikzelf ons graag eerst even voorstellen. Als dat wat betreft mijn collega's toch wat men kan noemen oude topconrotten nog nodig zal zijn. Mijn naam is Stefan Verdonk. Ik ben Sales Manager bij Topcon Positioning Belgium en ik ben vandaag jullie moderator. Brecht, kan jij je even voorstellen, alsjeblieft? Graag, dankjewel Stefan. Goedemorgen allemaal. Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid. Ik ben Brecht, voor degene die mij nog niet kent. Ik ben ondertussen inderdaad ook al mijn 31e jaar bezig binnen dezelfde firma. Ik heb wel eerst nog 20 jaar Sokia verleden gehad. En sinds 2010 volwaardig topcon, laat ons zeggen. Heb allerlei functies bekleed en ben ongeveer de laatste 15 jaar uitsluitend met verkoop bezig geweest van. Ja, vooral totaalstations en GNSS-apparatuur aan de landmeters, studiebureaus en de overheid. Ik probeer ook met zoveel mogelijk raad en daad mijn collega's bij te staan uit de constructie, die dus dezelfde apparatuur in een soort andere wereld moeten gaan verkopen. Wij worden daar allemaal door bijgestaan door Joost, onze support-specialist. En ik geef Joost nu ook even het woord om zichzelf te kunnen voorstellen. Joost. Dank u wel, Brecht. Welkom iedereen. Zoals mijn naam is Joost Steer en zoals iedereen weet, ja, ben ik al voor velen geen onbekende in de wereld. Ik werk al geruime tijd voor Topcon België. En ik heb ook in de loop der jaren verschillende functies bekleed, waaronder ik nu de laatste jaren eigenlijk de supportmedewerker ben, die dus eigenlijk als er problemen zijn wat Magnet Field betreft, geo en dergelijke, gaan jullie dikwijls dan bij mij terechtkomen. Daarvoor ondersteun ik natuurlijk Brecht. Terug naar Stefan. Dank u wel, Brecht en Joost. En we zien dat het aantal luisteraars of deelnemers gestadig stijgt. Wij gaan u verlossen van onze gezichten. Dus wij gaan de webcam uitzetten en dan krijgen jullie een vol zicht op het scherm. En zoals bij elk webinar maken wij graag enkele praktische afspraken. In de eerste plaats zal iedereen op mute gezet worden om toch wel storende achtergrondgeluiden te vermijden. Vragen, die kan u natuurlijk stellen, daarvoor zijn we hier, maar om een aantal praktische redenen gaan we die vragen beperken tot na de webinar of gaan we die beantwoorden per mail. En voor vragen te stellen kan u gebruik maken van het controlpanel van de webinar. Bovenaan zie je een rode pijl. Als je daarop drukt, dan zie je onderaan een blanco vak waarin je je vraag kan typen. Maar vanzelfsprekend kun je ook een mail sturen naar support. En op het einde van de webinar tonen we het juiste mailadres. Zoals ik al zei, we gaan de vragen beantwoorden per mail. En indien nodig nemen we zelfs contact met jullie rechtstreeks op. De webinar zal ook opgenomen worden, zodat jullie deze later terug kunnen bekijken. Iedereen zal een mail ontvangen met een link naar deze opname. En niet te vergeten, op het einde van de webinar zal er nog een kleine survey gebeuren, dus een klein marktonderzoekje, zodat wij uw tevredenheid over deze webinar kunnen peilen. Voilà, ik zie dat Brecht ondertussen een slide met een volle agenda heeft op het scherm gezet. Dus de praktische afspraken zijn gemaakt. Brecht, ik stel voor, jij mag van wal steken. Succes! Dank u wel, Stefan, en bedankt voor de inleiding uiteraard. U ziet allemaal de inhoud van de agenda op het scherm. Ik ga dat niet allemaal aflezen, dat kan u uiteraard zelf ook. Het is vanzelfsprekend dat elk van die topics zo dadelijk apart aan bod komt. Nog een kleine inleiding over Magnet Field, of Magnet Field versie 7, de huidige versie. Die is eigenlijk al beschikbaar sinds maart ongeveer van dit jaar. De meeste gebruikers zien dat eigenlijk vanzelf. Het Magnet-logo linksboven in het hoofdmenu van Magnet Field gaat beginnen knipperen van zodra een nieuwe versie beschikbaar is en leidt u eventueel naar het menu om die nieuwe versie te downloaden en te installeren.
Mensen die dat liever niet doen ter plaatse op terrein of op het veldboek kunnen uiteraard ook altijd gewoon gebruik maken van de installatiefiles. Die zijn beschikbaar op MyTopCon. Dat is de supportomgeving van TopCon, waar behalve de updates van software en firmware ook handleidingen en trainingen te vinden zijn. Mensen die ooit zich hebben geregistreerd bij Magnet Enterprise voor de registratie van Magnet Field bijvoorbeeld, hebben met die logingegevens ook toegang tot MyTopCon. Kom je er niet uit, vind je het niet of heb je problemen met toegang, laat dat dan zeker weten, dan gaan we dat uiteraard regelen. Een belangrijke opmerking over Magnet Field versie 7 is dat die versie niet meer kan geïnstalleerd worden op veldboeken met een Windows Mobile besturingssysteem. Dat is een besturingssysteem van Microsoft wat niet meer ondersteund wordt door Microsoft of niet meer verder ontwikkeld wordt. En het besturingssysteem laat ook niet meer toe om de laatste grafische functies van Magnet te ondersteunen. En vandaar dat dus versie 6.2.1, als ik me niet vergis, de laatste versie is die geïnstalleerd kan worden op dergelijke veldboeken. Een aantal voorbeelden ziet u staan, FC336, de Tesla, de FC500, de Allegro 2, die hebben allemaal datzelfde besturingssysteem. Magnet Field versie 7 is wel beschikbaar voor dus de onboard versie, dat wil zeggen de versie die geïnstalleerd staat op het totaalstation zelf, die is wel beschikbaar in de laatste versie, want dat is een ander besturingssysteem dan die van de veldboeken. Wat is de nieuwe Magnet Field? Dat gaan we zo dadelijk te weten komen. Ongeveer een honderdtal nieuwe functies en verbeteringen zijn erin aangebracht. Wij geven vandaag daar een greep uit natuurlijk. Wilt u een overzicht van alles wat er veranderd is, dan kan u altijd de release notes raadplegen. Die zijn op diezelfde MyTopCon omgeving beschikbaar. Dat is een PDF-document waar de historiek eigenlijk van de versies in opgenomen is. En dus kan nagelezen worden. We zijn al aanbeland bij het eerste onderwerp van vandaag. Dat is het topo-menu. Voor de diehard landmeters onder ons die alleen maar numerieke gegevens willen opslaan op het terrein, kan je in de normale weergave puntnummer, code, stokhoogte enzovoort invoeren. Dat kon vroeger ook al, maar daar is nu een notitieveld bijgekomen. Dus als mensen extra informatie, dus behalve de code extra informatie willen toevoegen, dan kan dat nu onmiddellijk in hetzelfde scherm, zonder eerst een aantal kliks te moeten doen, naar een andere locatie. Wat is er nog veranderd? Voor de autotopo-functie kon je al eerder op basis van tijd of op basis van afstand automatisch punten opslaan. Nu zit daar ook de stop-and-go-mode tussen. Die laat u toe om bij het stilhouden van een stok gedurende een aantal seconden, en dat is instelbaar, om automatisch ook punten op te slaan. Ook de puntnummering is verbeterd. Dus daar waar vroeger, laten we zeggen, er wel eens een probleempje was waarbij je, indien je andere puntnummerreeksen gebruikte voor opstelpunten en detailpunten, ja, dan, als je niet oplette, dan kon je wel eens in de verkeerde reeks terechtkomen. Dat is ondertussen geautomatiseerd en dat zou moeten vanzelf goed komen. Ik ga dat zelf niet tonen. Ik ga het woord geven aan Joost, die ons gaat tonen hoe dat in de praktijk te werk gaat. Joost, het is aan u. Dank u wel, Brecht. Ik ga jullie eerst eventjes doen de verbeterde puntnummering. Dus dat is bij het opstellen van uw totaalstation. Dus je gaat naar instellen, oriëntering. En dan heb je de, ga je uiteindelijk uit de leest of vanuit de kaart kan je uw punt gaan selecteren. Ik ga hiervoor de P1 selecteren bijvoorbeeld. En we gaan open op het tweede punt, opstelpunt P1. We gaan dan naar volgende. We gaan hier dus ons toestel eerst oriënteren en instellen. Dus hier krijgen we dan een rapportje van. Dit rapportje kan zelfs gestockeerd worden indien gewenst. Dan ga je dat hier gewoon stockeren en komt dat op de plaats die jij daarvoor voorziet of standaard komt dat bij results.
Eens dat dat gebeurd is, gaan wij nu in de kaart dus ons meeting verder zetten. Daarvoor ga ik even naar meten. En ik ga bijvoorbeeld mijn simulator even hier plaatsen. En we gaan hier ons eerste punt gaan meten. Daarvoor ga ik eerst mijn puntnummering wijzigen naar OP32 bijvoorbeeld. Als dat gebeurd is, gaan we het punt inmeten. Voilà, dat is gebeurd. En zo kunnen we verschillende punten gaan meten. Dus ik denk wel dat dat niet zo moeilijk is. Als we nu terug naar een nieuwe opstelling wensen te gaan, dan gaan we terug naar instellen, oriëntering. En we stellen bijvoorbeeld op het punt P2. Dus ik ga dat proberen selecteren vanuit de kaart. Dat lukt mij niet. Ik ga even de lijst daarvoor terug raadplegen. Selecteer hier de P2 en we openen op het punt P, op stelpunt P3. Voilà. We gaan onze oriëntering terug doen van het toestel. Dat is gebeurd. En als we nu terug naar de kaart gaan en we gaan terug onze meting verder zetten, dan komen we direct in onze juiste nummering terecht. Dat is wat betreft die... de verbetering van de puntnummering. Ik ga eventjes nu ook tonen de stop-and-go-functie. Dus daarvoor ga ik naar inmeten. Je gaat naar autotopo. En hier heb je dan onder andere, kijk, ondertussen zien we hier het notitieveld dat daarbij gekomen is in de normale weergave. Als we via onze instellingen, nu kunnen wij gaan naar eigenlijk de autotopo-functie. En daar heb je beide methoden. Heb je de verschillende tijd volgens een horizontaal afstand, schuinafstand of op hoogte. En heb je nu ook stop en go. En zoals Brecht er iets aanhaalde, heb je dan de kans om je tijd in te stellen. Bijvoorbeeld naar 1 seconde zullen we dat een keer doen. Dan ga ik even in de kaart gaan. Ik ga hier eventjes een lijn selecteren. Voilà, dat is gebeurd. En we gaan onze simulator hier eventjes zetten. We gaan dat punt eerst eventjes meten. Voilà. En als ik nu mijn simulator verplaats en ik blijf daar voor een seconde op die plaats staan, gaat hij eigenlijk zijn meting automatisch doen. Dus dat is wat betreft de stop en go. Ik zou zeggen, we gaan terug naar Brecht. Die gaat ons terug iets verder wijsmaken. Dank u wel. Ja. We zitten al bij de volgende functie. Dat is de kaartomgeving of ook de functie in het Kogo-menu voer plan in. Deze functie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld als we een plan op papier krijgen om, en dus alleen maar beschikken over een schets bij wijze van spreken, om snel even digitaal in onze magnet field omgeving een tekening aan te maken. Dus die beide omgevingen hebben gelijkaardige functies natuurlijk. Onder andere de afmeting van de lijn, of de afmetingen van de lijn, kunnen weergegeven worden ondertussen op het scherm. Dat is een instelling die je moet doen in de kaartweergave. Wat is er nog veranderd? Het invoeren van het plan in het menu voerplan is wat eenvoudiger geworden. De weergave is verbeterd. Er is ook een verbeterde aanmaak van bochten aanwezig. Er is ook een nieuwe functie, dat is het verlengen van een lijn. Dat kon vroeger ook, maar dat was, als men dat niet wist, niet zo eenvoudig. Dat is ondertussen wel eenvoudig geworden. Dus een lijn kan heel, heel makkelijk verlengd worden. En wat er ook verandert is, is dat layers kunnen geblokkeerd worden. Dus als je een tekening inlaat, dan kon je natuurlijk al layers zichtbaar maken of onzichtbaar maken. Maar je kan ze nu ook blokkeren. Dat vermijdt het laat ons zeggen, het per ongeluk selecteren van een verkeerde lijn of punt. Joost gaat ons dat ook eventjes tonen. Joost, het is aan u. Ja, dank u wel, Brecht. Dus zoals jullie zien, zijn wij hier nu in de kaart. En zoals Brecht aanhaalde, van het ogenblik dat wij een lijn aanklikken, dan hebben wij hier direct onze afmetingen die tevoorschijn komen. Is ideaal, of kan ideaal zijn. Ik ga eventjes ook nu tonen hoe dan we bijvoorbeeld een lijn kunnen verlengen. Daarvoor gaan we naar ons hoofdscherm, Kogo, gaan naar voer in plan.
Stel nu dan wij de lijn OP21 en OP22 selecteren en die willen wij nu verlengen. Hoe gaan wij dat doen? Dan gaan we laten we stellen dat onze opdrachtgever zegt, kijk, ja, dan moet hier, die lijn moet verlengd worden tot 20 meter. Dan hebben we hier het argument dat getoond wordt. En dan gaan we nu ook aangeven van welk punt eigenlijk dat we dat willen starten, die verlenging. Dus we hebben hier dus het punt OP21 geselecteerd. Gaan we bijvoorbeeld hier die verlengen naar 20 meter. En dan zie je hier nu, of heb je al een idee hoe... tot waar die lijn gaat komen, we gaan dit nu opslaan. Dus, en de lijn wordt nu eigenlijk hier gestockeerd. Dus als wij nu daarop een rechte hoek willen maken, dan gaan we gewoon hier plus 100. En dan kunnen we hier ook weer op dezelfde manier die verticale daarop construeren. In dit geval is dat nu 5 meter. Terzelfde tijd zie je zelfs ook de afmetingen die daarbij komen. Dus dat is wat betreft het creëren en invoeren op plan plus het verlengen van de lijn. Dus ook weer, wat kunnen we ook nog doen? Dus wij hebben de verschillende lagen. Dus ik zou per ongeluk de verkeerde lijn kunnen selecteren. Dus om dat te voorkomen, zou je hier dan eigenlijk die lijn kunnen blokkeren, zodanig. Die blijft wel zichtbaar, maar daar kan niet meer, of die kan niet meer geselecteerd worden. Dus wat betreft de puntnummering, om die te veranderen, kunnen we eigenlijk het punt selecteren. Voilà. En we gaan dus we zullen daarvoor naar de kaart moeten terug, denk ik. En we gaan met het punt selecteren. En als we dan op een... ja, plaats geduwen in de kaart, heb je hier dan de mogelijkheid om de juiste code bij te voegen. Ik geef het woord terug aan Brecht. Dank u wel, Joost. Volgende onderwerp gaat over het opstellen van het totaalstation. Ook daar zijn wat verbeteringen aangebracht. Een belangrijke verbetering is de mogelijkheid om de oriëntatie aan te passen zonder die opnieuw te moeten gaan inmeten. Joost zal zo dadelijk wel tonen hoe dat in zijn werk gaat. Ik overloop eerst de andere punten ook nog even. De referentiehoogte kan geüpdate worden, dat was daarvoor ook al mogelijk, maar het geeft extra mogelijkheden nu om de hele meting om te zetten naar een referentiehoogte die... voor, tijdens of na de meting kan uitgevoerd worden. Wat is er nog veranderd? De mensen die beschikken over een GNSS-ontvanger met de tiltfunctie, die tiltfunctie die, kan je nu ook gebruiken in het lokalisatiemenu. Het lokalisatiemenu is in België niet zo heel vaak gebruikt, heb ik begrepen. En dat komt omdat de meeste mensen toch gewoon in Lambert 72 werken. Maar stel dat je dus met een GNSS-ontvanger in een lokaal coördinatenstelsel wil gaan werken, ja, dan moet die GNSS-ontvanger eerst gelokaliseerd worden. Dus aan de hand van minstens twee punten kan je de hele meting omzetten van, laten we zeggen, de GPS-coördinaten naar de lokale coördinaten. En dus de tiltfunctie kan daarvoor nu ook gebruikt worden. De prismastokhoogte, mocht je een fout hebben gemaakt bij het oriënteren van het toestel bij de prismastokhoogte, die kan je nu ook aanpassen van zodra je het resultaat te zien krijgt in magnet field van de oriëntering. Dus dan hoef je niet opnieuw in te meten of moet je ook niet naar de ruwe data gaan om daar de prismastokhoogte aan te passen. Joost gaat een deel van die functionaliteiten ook even laten zien. Joost. Dank u wel, Brecht. Ja, ik ga twee van die functionaliteiten laten zien. En dat is de eerste functionaliteit is het veranderen, dus of het aanpassen van uw oriëntatie. Dus wij zitten in het hoofdscherm en selecteren uiteraard instellen. En hier heb je dan nu het nieuwe pictogramme, oriëntatie aanpassing. Hier heb je dan de mogelijkheid uw puntnummer of opstelpunt te selecteren. Stel de P1. En stel nu dat je een verdraaiing zou gekregen hebben, kun je dan, of gemaakt hebben, kun je naar roteer gaan, volgende. En heb je dan hier de mogelijkheid om je verdraaiing in te geven en die opnieuw te laten berekenen.
Dat kan ook gebeuren, stel dat we bij omzetten gaan en we gaan hier dus ook weer op datzelfde opstelpunt en je hebt u vergist eigenlijk van die één, dan heb je hier ook weer diezelfde mogelijkheid bepaalde aanpassingen uit te voeren. Ik ga je ook eventjes laten zien waar je die referentiehoogte kunt wijzigen. Dat is ook in het pictogramma kunnen instellen en dan gaan we naar referentiehoogte. Stel dan hetzelfde opstelpunt P1. Daar heb je de mogelijkheid uw hoogte, ofwel dus alles wat gemeten is vanuit het opstelpunt, te laten aanpassen. Zij naar een bestaand THW-punt bijvoorbeeld, of een gekend hoogtepunt. Of je kunt ook zeggen, kijk bijvoorbeeld, ik heb een gekende hoogte van 10 meter en dan wordt eigenlijk de ganse reeks punten die gemeten is vanuit dit opstelpunt aangepast. Je hebt ook een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat je enkel en alleen uw hoogte van het instrument laat aanpassen door update instrumenthoogte en dan ook weer op diezelfde manier ten opzichte van een gekend hoogte of een gekend punt kun je weer die hoogte laten variëren. Zo zeg ik, geef terug het woord aan Brecht, die gaat u ja weer iets anders aantonen. Inderdaad, import-export is het volgende onderwerp. Toch ook een belangrijke functie, daar zijn wat mogelijkheden bijgekomen. Van en naar Google Earth is nu ook perfect mogelijk door gebruik te maken van de zogenaamde KMZ of KML bestanden. Dus het is mogelijk om ja, Google Earth data in Magnet Field te krijgen of omgekeerd. Wat is er nog veranderd? De tekstformaten, dus de topcon tekstformaten, die waren vroeger enkel beschikbaar als .txt extensie. Daar kan men nu ondertussen kiezen ook voor de CSV extensie. Vroeger zat er al CSV in, maar de inhoud van dat bestand was eerder beperkt en kon ook niet gewijzigd worden. Dus nu wel, want de topcontextformaten, daar kan je eigenlijk de inhoud zelf van bepalen, de volgorde van de kolommen enzovoort. En bij de export geef je gewoon aan welke extensie je wenst. Nog een belangrijke is wat aanpassingen aan het shape-bestanden. Er zijn extra attributen mogelijk nu bij de export naar shape. Hè. Bijvoorbeeld de positie, x, y en z-positie bijvoorbeeld, kan als attribuut meegestuurd worden met de shape-bestanden. Vroeger kon dat niet en bijvoorbeeld QGIS-gebruikers die hadden daar dan wel eens problemen mee. Omdat ze dan een bijkomend tekstbestandje moesten exporteren om over die informatie te kunnen beschikken. Bij de export naar een tekstbestand, of het nu TXT of CSV is, kan je nu ook, behalve de filters die al bestonden, kan je nu ook sorteren op puntnummers. We gaan eens kijken of Joost ons dat ook eens kan tonen via zijn scherm. Joost? Ja, dank u wel. Ik ga jullie eventjes de export laten zien en import van KML of KMZ bestanden. Dus daarvoor gaan we naar import-export. We gaan naar een bestand. En hier heb je dan de mogelijkheid om een KML bestand te exporteren. Je kunt dat ergens ja, ook weer op de plaats schrijven die jij zelf bepaalt. En als dat gebeurd is, dan heb je de mogelijkheid om dit bestand te importeren in Google Earth. En ik ga even tonen, bijvoorbeeld bestand dat we daarnet hebben gezien, hey, zie je, kan dan mooi ingeladen worden hier op Google Earth en kun je nagaan in hoeverre dit overeenstemt met de werkelijkheid. Nu, om de export aan te tonen van CSV-bestanden, gaan we eigenlijk terug naar bestanden en selecteren we hier dus top context custom bestand. Terzelfde tijd zie je ook dat de mogelijkheid hier bestaat om dus, zoals Brecht er iets aangehaald heeft, de punten te sorteren op de puntnummer, door dit aan te vinken. Als we nu naar onze tekst of onze export gaan naar volgende, heb je hier in het veldje de mogelijkheid eigenlijk nu om de keuze te maken tussen een Excel-bestand of een tekstformaat.
Dan wat betreft de shape-bestanden. Dus zitten we terug in datzelfde exportformaat en gaan we hier naar shape-bestanden. Ja, hier kun je kiezen voor de zip-bestanden of de voluit shape-bestanden. Je gaat hier eigen attributen aanvinken. En naar volgende toe gaan we ook weer onze plaats bepalen waar we hebben dit weggeschreven. Heb je hier dan de mogelijkheid, als we dan naar data gaan, om bepaalde zaken mee te exporteren. Dus alles wat links staat, kan eigenlijk naar het volgende venster geëxporteerd worden. Ofwel doe je dat door te selecteren en te dubbelklikken en gaat dit automatisch naar ons rechtervenster. Ofwel ga je het selecteren en gebruik je de pijl, waardoor dit ook weer in ons rechtervenster komt. En dan kun je deze nog sorteren op volgorde, indien gewenst. Zo, ik geef het woord terug aan Brecht. Dank u wel. We zijn aanbeland bij de veld- en uitzetrapporten. Die zijn ook wat completer geworden. We hebben de mogelijkheid om het bedrijfslogo toe te voegen aan het rapport. En zoals je hier ziet, hebben we het Topcon-logo toegevoegd. En van zodra een rapport aangemaakt wordt, dus of het een veldrapport is of een uitzetrapport, dat maakt niet uit, zal bovenaan altijd het bedrijfslogo zichtbaar worden. Er zijn nog wat extra velden toegevoegd en de naam van de job, dus de projectnaam eigenlijk, datum en tijd en de gebruiker, die velden zijn automatisch ook zichtbaar in de rapporten. Wat je ook kan doen is, als je bij in de Kogo-menu kiest voor een bepaalde rekenfunctie, bijvoorbeeld de afstand tussen twee punten, dan kan je, dat kon vroeger ook al, het resultaat van die berekening als een rapportje opslaan, maar je kan ook onmiddellijk vanuit dat menu een veldrapport aanmaken en bijvoorbeeld ook grafisch weergeven wat je bedoelt of zelfs een foto toevoegen. En dan het rapportje met de berekening komt onderaan het veldrapport te staan. En je hoeft dus ook geen twee bestanden meer te exporteren of op te slaan om dat te overhandigen aan een klant of een opdrachtgever bijvoorbeeld. Je kan ook perfect meerdere rapporten combineren of tot één rapport en ook meerdere foto's gebruiken in één rapport en dergelijke meer. En ook de weergave kan je van staand naar liggend veranderen. Of portrait en landscape, zoals we misschien beter kennen. Dus die mogelijkheid is er nu ook. Heb je meerdere rapporten en wil je die dus combineren tot één PDF, dan is dat ook perfect mogelijk. En ook hier hebben we Joost gevraagd om het even aan te tonen in de werkelijkheid. Joost? Dank u wel, Brecht. Ik ga dit eventjes demonstreren. Dus daarvoor gaan we terug naar ons beginscherm van Magnet Field. En we hebben hier het pictogrammetje rapporten. Hier hebben we de mogelijkheid, bij rapport header kunnen wij eigenlijk ons logo gaan inladen. Dus ik ga eventjes dat laten zien. Ik heb het logo uiteraard van Topcon daarvoor geselecteerd. Voilà, dat is er iets gebeurd. Nu gaan we een keer een rapportje proberen creëren. Hoe gaan we dit doen? Wij gaan daarvoor naar de Kogo. En ik ga nu het verschil tussen twee punten, een rapport daarvan maken. Daarvoor ga ik eventueel de punten selecteren. Ja, dat maakt het op zich niet veel uit welke punten die geselecteerd worden. Voilà. En we laten dit nu berekenen. Dus hier hebben we ons rapportje van de waardes. Dan gaan we eventueel naar de kaart. We zoomen eventjes een klein beetje in. En ik ga hier dan aanduiden. Dus op een lege plaats in de kaart duid ik met de vinger of met de stylus. En zeg ik creëer rapport. Hier wordt ons rapportje aangemaakt. Ik ga dit bewaren. Dus ja, je hebt de mogelijkheid om daar foto's bij te voegen. Indien gewenst. Als dit gebeurd is, gaan we dit gewoon bewaren. En nu gaan we eigenlijk een import-export doen naar ons veldrapport. En daarvoor gaan we de veldrapporten selecteren. En hier gaan we nu naar PDF. En zoals je ziet heb je de mogelijkheid hier meerdere PDF's te combineren. Je kan de oriëntatie hiervoor aanpassen naar landschap of portret. Dan gaan we hier volgende. En hier zie je dan de verschillende rapportjes. Hiervoor kun je een selectie maken. Dan gaan we dit uitvoeren. Eens dat dat gebeurd is, dus het rapportje is geselecteerd,
gaan we ditzelfde rapport nu eventjes openen. Dan gaan we dit openen met de PDF. En dan heb je hier nu het overzicht van het rapport met de tekeningen, de eventuele foto's die daarbij zijn en de resultaten. Ik geef terug het woord aan Brecht, die gaat u terug iets verder. Ja, dank u wel. We zijn aanbeland bij de symbolen. Het was al eerder mogelijk in Magnet Field om symbolen toe te kennen aan bepaalde codes bijvoorbeeld. Die symbolen die zaten min of meer vastgebakken in Magnet Field. Die waren ook door de ontwikkelaars bedacht en helpen de gebruiker om op terrein in de grafische weergave makkelijker dingen te herkennen. Nu is het ook mogelijk om behalve die standaard symbolen, om ook eigen symbolen te gaan gebruiken. Die eigen symbolen moeten voorlopig nog aangemaakt worden in Magnet Office. Dat is ons PC-CAD-pakket bij Topcon. Dus van zodra we daar een eigen symbool hebben ontworpen, kunnen we die daar exporteren en opnieuw gaan importeren in Magnet Field om te gebruiken op terrein. En ik geef het woord onmiddellijk terug aan Joost, die dat ook eens zal laten zien. Ja, dank u wel, Brecht. Hiervoor gaan we naar eigen symbolen, die hier terug al ingeladen zijn in mijn Magnet Field. Hiervoor gaan we dan naar data. En hier kunnen we code selecteren. Je kunt hier een bestaande code desnoods selecteren en daar een bepaald symbool aan toevoegen. Dus je ziet hier hebben we het symbool van Topcon zelf. Maar je kunt dan ook uit een volledige lijst symbolen een selectie gaan maken. Dus die in Magnet Office aangemaakt zijn. Dus dat is eigenlijk wat betreft de eigen symbolen. Dank u wel. We gaan verder op hetzelfde tempo. We zitten aanbeland bij de DWG. Bestanden, daar zijn ook wat dingen aan verbeterd. Dus bij het aanmaken van codes kon je al bij het aanmaken van lijncodes bijvoorbeeld, kon je bepaalde lijntypes selecteren, volle lijnen, stippenlijnen enzovoort. Die mogelijkheden zijn wat verder uitgebreid nu, dus je kan ook eigen lijnstijlen gaan gebruiken in, bij DWG-formaten of DWG-bestanden. En wat daar straks al eens aan bod was gekomen, is dat je dus makkelijk de achtergrond kan actief of inactief maken om verkeerde selecties te vermijden. En ook daar gaat Joost ons even tonen hoe dat in zijn werk gaat. Joost. Ja, dank u wel, Brecht. Dus hiervoor gaan we eerst een DWG importeren. Dus we gaan dat doen van bestand. Dus ja, je kunt hier bepaalde instellingen doen. Dus of dat je die als achtergrond wenst, die lijnen, ja, dan niet. Dat is aan jullie zelf te bepalen. Dus we gaan nu eventjes op zoek naar een DWG. Dus ik heb hier mijn DWG beschikbaar. Bij het inladen gaan we natuurlijk al de instellingen juist zetten. DWG gaat geïmporteerd worden. Hier heb je de mogelijkheid om alleen de geselecteerde lagen of de gebruikte lagen te importeren door op geselecteerde lagen te klikken. Eens dat dat gebeurd is, gaan we nu naar de kaart. En op de kaart heb je hier een volledige DWG. En hier zie je nu bepaalde lijnen die selecteerbaar zijn. Dus nu kun je eigenlijk de grens bijvoorbeeld inactief zetten of je kunt bepaalde lagen uitschakelen door nu. Bijvoorbeeld deze lijn is wel nog zichtbaar, maar niet meer selecteerbaar. Willen we diezelfde laag onzichtbaar maken, voilà, dan is het op deze manier ook iets gebeurd. Zo zeg ik, geef terug het woord aan Brecht. Die gaat jullie verder begeleiden in de nieuwe zaken van Magnet Field. Ja, bij de instrumenten. Er zijn wat instellingen gewijzigd. Zoals dat straks al gezegd, de tiltfunctie kan gebruikt worden in het lokalisatiemenu. En om vergissingen te voorkomen, wordt er bij het verbinden met een GNSS-ontvanger wordt nu ook getoond met welk mountpoint je verbonden bent en ook met welke login en paswoord
Dat kon in het verleden wel eens een probleem opleveren als je heel vaak bestanden ging delen met elkaar. In hele oude versies van Magnet kwam die login- en paswoordinformatie vaak mee met het project als we niet opletten. En daardoor kon je per ongeluk op een gegeven moment beginnen werken met de login en paswoord van iemand anders. Dus dat is eigenlijk al een hele tijd geleden verholpen. Maar nu zie je het ook nog eens fysiek bij elke verbinding met welke login en paswoord je verbonden bent en welk mountpoint. En Joost kan dat ook even heel snel laten zien. Joost? Ja, dank u. Dus wensen wij nu een verbinding te maken met onze GPS-ontvanger, dan gaan we uiteraard naar verbinden. En wij maken hier dus die verbinding met de ontvanger en natuurlijk met het netwerk. En hier krijg je dan uiteindelijk de mountpoints met de verschillende boodschappen in hoeverre dat die verbinding tot stand wordt gebracht. Eveneens, eens dat die verbinding tot stand tot stand is gebracht, zie je dan hier uiteindelijk dus het login, de gebruikersnaam met het wachtwoord. Om zo, te voorkomen dat je met iemand zijn login en paswoord zou werken. Ik zou terug zeggen, ik geef het woord terug aan Brecht. Ja, dank u wel. Voor wat betreft de totaalstations is er een verzoek wat meerdere mensen hebben ingediend in het verleden ingewilligd. Dat is het volgende. Als men een achterwaartse insnijding uitvoert en men wil die gaan uitvoeren op basis van 3 of 4 of meer punten, heb je in principe al na 2 punten de kans om die berekening te accepteren en verder te gaan. Maar goed, sommige mensen die willen toch standaard gebruik maken van meer dan 2 punten voor de berekening van de achterwaartse insnijding en gaan dus gewoon via voeg toe een derde punt toevoegen. Stel dat men dan op terrein vaststelt, verdorie, het derde punt, ja, is die beschikbaar, niet bereikbaar, er staat iets in de weg of weet ik veel wat, ja, dan zou je in feite moeten kunnen terugkeren en alsnog de oplossing opslaan. Dat kon vroeger niet en dat kan nu wel. Dus het resultaat van de achterwaartse insnijding, dus de berekening daarvan, die kan eigenlijk na 2 punten opgeslagen worden of indien men reeds verder is gevorderd in het menu, kan men terugkeren om het alsnog op te slaan. Nog een belangrijke aanpassing en ook verzocht door meerdere klanten is het niet mogelijk om bij de achterwaartse insnijding bijvoorbeeld de hoeken van gebouwen, om die hoeken van die gebouwen ook met een of excentrisch te gaan inmeten of met een offsetmeting. Kon vroeger niet, dat kan dus nu wel. En nog een kleine wijziging is voor mensen die meerdere spiegels gebruiken. Je had al een lijst die op voorhand was bepaald door Topcon. Daar kon je eigen prisma's aan toevoegen, met speciale constantes bijvoorbeeld. Die kan je nu ook ordenen volgens belangrijkheid of volgens gebruik. Dat is ook veranderd. Ik ga voor wat betreft het eerste, dus de achterwaartse insnijding, ga ik een filmpje laten zien. En mijn excuses, ik vrees dat het verkeerde filmpje is. Ik ga even checken of ik dat makkelijk kan wijzigen. Dat zou beter moeten zijn. Dus we gaan ons verbinden met het instrument natuurlijk. Dat is gebeurd. Dan gaan we naar het menu achterwaartse insnijding. We gaan een puntnummer invoeren voor de berekening van het opstelpunt. En we gaan naar het eerste punt wat we gaan gebruiken voor de berekening. En we gaan dat eerste punt ook inmeten. We gaan even lokken op de spiegel. Het punt wordt zo dadelijk ingemeten en we gaan naar een tweede punt. Gaan we op dezelfde manier natuurlijk ook gewoon inmeten.
En in plaats van hier onmiddellijk te accepteren, gaan we zeggen, ah, voeg toe, derde punt. En het derde punt, ST3, ja, daar is wat mis mee. Dat willen we dus eigenlijk niet, of dat kunnen we niet opmeten. En kunnen we nu terugkeren in het menu en dan heb je gezien dat hij een vraag stelde. Wil je de berekening recupereren en die alsnog gebruiken? Krijg je het resultaat te zien en kan je dat opslaan. Even naar het tweede puntje van daarnet, het gebruik van de excentrische meting bij het achterwaarts insnijden. Dat gaan we ook even laten zien. Opstelpunt invoeren, dat is hetzelfde natuurlijk. En dan hebben we nu via de M-knop en meet de mogelijkheid om te kiezen voor een excentrische meetmethode. Daar waar dat vroeger niet mogelijk was. We keren terug naar onze presentatie en gaan naar het volgende onderwerp. Dat is ook een nieuwe functie. Dat is de mogelijkheid om vlakken aan te maken. Die vlakken die kan je aanmaken rond een bepaald punt. Dus je kan een bepaald punt selecteren en dan ook een maat invoeren. Dus voor, achter, links, rechts, hoeveel meter, hoe groot moet dat vlak precies zijn rond dat punt. Je kan ook meerdere punten selecteren en een vlak aanmaken die door die meerdere punten loopt, moet ik zeggen. En dat kan uiteraard ook een hellend vlak zijn. Dus we hebben het vaak over wanden, vloeren of plafonds, maar het kan eventueel ook een hellend vlak zijn. Er zit nog een nieuwe functie in die er een beetje aan gerelateerd is. Dat is de zogenaamde drape-mode. Die ga ik zo dadelijk apart uitleggen. En dus die vlakken, of het aanmaken van die vlakken, die vind je ook terug in het menu van de COGO-berekeningen. Er is blijkbaar ook een mogelijkheid om het te exporteren naar de PL3-bestanden, dat is een machinebesturingsbestand. Dat is misschien voor de meeste gebruikers niet echt van toepassing, maar het is absoluut wel mogelijk. Ik ga een poging doen om die drape-mode uit te leggen, want ik kan dat niet laten zien, of we kunnen het niet laten zien, want daarvoor moeten we eigenlijk gaan live uitzetten en dat is wat moeilijk op een computerscherm en op afstand. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je eigenlijk vectorloos, en dat is wel de bedoeling, punten kan gaan uitzetten op vloeren, muren of plafonds. En het gaat dan om punten die niet rechtstreeks zichtbaar zijn. Ik verklaar me nader. Dat was iets te vlug. Dus als we naar de eerste tekening kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat punt nummer 4, het designpoint DP1, ligt, of ja, dat de coördinaten daarvan zijn bekendgemaakt op basis van de locatie aan de bovenkant van het plafond. Stel nu dat we dat punt moeten gaan uitzetten, maar het plafond daar is wat aangebracht, een walsplafond bijvoorbeeld, dan kunnen we uiteraard niet rechtstreeks dat punt markeren met onze laserstraal, want hij zou uiteraard het verkeerde punt weergeven, zoals je op de tekening kan zien. Dan gaat hij dus eigenlijk er een eindje links van gaat hij de laserstraal aantonen dat de verkeerde plaats. Dus wat gaat de drape-mode dan doen? Je gaat aan het instrument vragen om reflectorloos een aantal punten te scannen op het zichtbare oppervlak van het plafond. En gaat dan het design point gaat hij projecteren op het ingescande vlak, waardoor het instrument ook kan draaien naar de juiste plaats op het plafond. En daar kan dan markering aangebracht worden. En kan er dus correct, reflectorloos uitgezet worden met de zogenaamde drape mode. Zoals gezegd kunnen we dit niet laten zien. Dus jullie zullen mij moeten geloven. En kom je er niet uit, excuseer mij, dan kunnen we uiteraard altijd samen eens kijken of we dat eens kunnen uitproberen bijvoorbeeld. Het volgende onderwerp is IFC-bestanden. De IFC-bestanden dat zijn internationaal uitwisselbare formaten. De basis is eigenlijk een 3D-model. Dus van een gebouw bijvoorbeeld kan een 3D-model gemaakt worden. Dat gebeurt meestal in Autodesk Revit bijvoorbeeld, of in Tekla, dat is ook een veel gebruikt programma.
het 3D-model daar in die pakketten kan geëxporteerd worden naar een IFC-formaat. En dat IFC-formaat kan rechtstreeks ingelezen worden in Magnet Field. Dat kon eerder in versie 6 ook al, maar er zijn wat extra filters aangebracht, waardoor je dus niet het hele model altijd moet inladen of moet gaan gebruiken op je scherm, maar je kan ook bijvoorbeeld per verdieping gaan werken. Dus iets meer filters om het wat eenvoudiger te maken. En het uitzetten rechtstreeks in het 3D-model is ook mogelijk en is ook wat visueel verbeterd. Dan zijn we aanbeland bij een van de laatste onderwerpen. Dat zijn de volumeberekeningen. En je ziet het al staan. We hebben ook daar video's gemaakt, omdat het bijna niet mogelijk is in een simulatieomgeving om dat aan te tonen. Die volumeberekeningen, dat was een onderwerp wat velen hadden aangegeven bij eerdere opleidingen. Van, kan je daar eens wat meer uitleg over geven? Wat zijn de mogelijkheden? We hebben er 3 uitgekozen. Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Maar vermoedelijk zijn dit de meest gebruikte. Dus het eerste onderwerp is via een grens. Dus wat is de bedoeling daarvan? Stel je hebt een hoop aarde waarvan je het volume wil kennen, dan kan je eigenlijk de contouren van die hoop kan je gaan aflopen met de meetstok of met de prismastok en het totaalstation en kan je gaan inmeten. Het is eigenlijk Magnet Field die hele grens gaat vastleggen. Gaat daarbij ook rekening houden met de driehoeken die je zelf gaat aanmaken. Dus die grensbepaling die is niet altijd 100% correct, maar is in de meeste gevallen wel voldoende juist om, laten we zeggen, een volumeberekening te doen die nauwkeurig genoeg is voor de meeste toepassingen. Ik ga een filmpje laten lopen die dat aantoont hoe dat in zijn werk gaat. Ook hier zijn we buiten te werk gegaan. Er was jammer genoeg geen hoop aarde beschikbaar, dus we hebben ook een beetje gedaan alsof en we hebben er eentje gecreëerd. Dus we hebben ons verbonden met een instrument, een GNSS ontvanger in dit geval, en we gaan een model inmeten. We moeten dat een naam geven, anders vinden we het nooit meer terug natuurlijk in onze verkenner. En de grens is de methode en we gaan starten met meten. Dus vanaf punt nummer 100 wordt een eerste punt gemeten en we gaan in de video zo dadelijk overschakelen plots naar een hogere puntnummerreeks, omdat we niet elk van die punten willen laten zien. Dat is alleen maar tijdverlies natuurlijk. Dus we zijn bezig met meten en we lopen gewoon de contouren af van de hoop aarde. Daar komt het op neer. Dus we zijn... Ik pas hier zogezegd onze prismastok hoogte aan, dat is om de hoop te simuleren, want het was een plat vlak in werkelijkheid. Dus op die manier gaan we verder, we meten punten continu door, tot we uiteindelijk alle punten van de contouren van de hopen hebben opgemeten en ook uiteraard punten op de hoop, want anders hebben we uiteraard geen volume. We zitten plotseling aan punt nummer 128. Dus eens we klaar zijn met de meting, krijgen we eigenlijk onmiddellijk door op het huisje te klikken een rapport te zien. En dat kunnen we opslaan. Dat rapport bevat alle informatie over het volume. En of het af te graven is of op te vullen. We kunnen dit wat visueler maken. De Magnet Field heeft daar driehoeken van gemaakt. Die weergave kunnen we ook wat aanpassen eventueel. Dat maakt het allemaal wat mooier en we kunnen ons volume in 3D gaan bekijken. En zoals je ziet is die vrij rechtlijnig te werk gegaan met de bepaling van de grens. De tweede mogelijkheid in Magnet Field om volumes te berekenen is door wat we daarnet hebben gemeten bijvoorbeeld, om daar die grens handmatig te gaan aanpassen. Dus het kan zijn, net zoals we daarnet hebben gezien, dat die grens dat die niet echt de werkelijkheid weergeeft. En dat we eigenlijk gewoon handmatig willen alle punten selecteren van de contouren om de juiste grens aan te geven van de hoop aarde. En op basis daarvan dan ook het volume te berekenen. Ook daar hebben we een filmpje van gemaakt.
behouden ons model van daarnet eigenlijk. Maar gaan wij creëren, gaan we alle punten selecteren en we zien links onderaan aangepaste grenzen aangevinkt. Dat wil zeggen, we zijn nu in de mogelijkheid om die grens aan te passen op basis van de gemeten punten. Ik zit hier in de kaartomgeving en ik klik een aantal punten aan die de werkelijke grens aangeven van de hoop aarde. Eens daarmee klaar, kan ik dat uiteraard opslaan. Ik moet het een nieuwe naam geven, want het volume is veranderd. En ik kan hier dan aangeven bij de berekening wat is mijn ontwerp. Het net berekende, of net aangegeven of aangemaakte volume selecteer ik. En ik krijg dan nu in dit geval een berekening te zien die iets meer aansluit, of laten we zeggen volledig aansluit bij de werkelijkheid, want de contouren van, laten we zeggen, de hoop aarde zijn echt correct nu en zijn niet bepaald door magnet field. Een derde mogelijkheid om een volume te bepalen is op basis van twee digitale terreinmodellen. Dus soms is het zo dat als de werf wat groter is bijvoorbeeld, dat de situatie van vandaag moet vergeleken worden met de situatie van bijvoorbeeld vorige week. Dus om dat te doen hebben we, we hebben vorige week ook al eens gemeten natuurlijk en een bepaald volume aangemaakt. We kunnen dat vandaag opnieuw gaan doen en dan die twee DTM's met elkaar gaan vergelijken. En dan zie ik wat er in die week is gebeurd. En ook dat hebben we in een filmpje gegoten. Dus we zitten hier bij Creëer. Gaan we even nog een nieuw model aanmaken, bijvoorbeeld dat van vandaag. Ik ga hetzelfde model nog, gaan we nog wat meer aanpassen, dat het verschil wat groter is dan met vorige week bijvoorbeeld. We zien dat de hoop wat kleiner is geworden. Dus ik maak hier een nieuw model aan. En de bedoeling is zo duidelijk dat we natuurlijk dit nieuwe model gaan vergelijken met bijvoorbeeld dat van vorige week. Hier zie je al dat je de twee volumes kan selecteren, dat van vandaag en dat van vorige week. En via de berekenknop kan ik uiteraard dan het verschil berekenen in volume tussen wat ik vandaag heb gemeten en wat ik vorige week heb gemeten. En zoals altijd is het natuurlijk mogelijk om dat rapportje op te slaan en eventueel te overhandigen aan iemand anders. Ik hoop dat het duidelijk was en ook een meerwaarde was voor de mensen die deelnamen aan deze webinar. Qua onderwerpen wat magnet field betreft zijn we eigenlijk rond. Het is te zeggen, we hebben niet alles laten zien natuurlijk, maar de meest belangrijke naar onze bescheiden mening. Nog een belangrijk onderwerp wat we toch even willen aanhalen vandaag is het Connection Plus plan. Dat heeft te maken met onze support of onze manier van support verlenen. Tot hiertoe hadden we eigenlijk alleen maar de mogelijkheid om onderhoudscontracten aan te bieden. De easy of de premium contracten. En de inhoud daarvan is bij de meeste gebruikers wel bekend. Maar goed, we kunnen met die contracten blijkbaar toch niet iedereen tevreden stellen. En we hebben nu eigenlijk gekozen voor een plan. Het is geen contract meer. Het is een plan, een dienstverlening, een minimumdienstverlening die we eigenlijk bij iedereen aanbieden die een instrument aanschaft bij Topcom. Wat is de inhoud van het plan? De inhoud is dat je uiteraard, zoals dat vroeger ook al kon, gebruik kan maken van onze helpdesk per telefoon of per e-mail. Dat kon uiteraard ook al. Dat is ook een van de belangrijkste zaken natuurlijk voor de gebruikers, dat ze altijd een backup hebben voor het geval iets niet werkt op terrein. Wat zit er nog in? Dat is een simkaart en de bijhorende abonnementskosten. Dat was er vroeger ook al. Dat was toen een simkaart van Proximus. Dat gaat veranderen, of dat is aan het veranderen. En dat wordt een Topcom simkaart. Dat zal op gebied van dekking en connectiviteit in principe geen verschil maken met Proximus. Maar het volume is wel opgetrokken van 250 megabyte naar 1 gigabyte per maand.
De schermenovername zit ook in dat Connection Plus plan en dat kon vroeger ook, gebeurde via TeamViewer. Dat gaat wijzigen, dat wordt onze eigen Topcon Sitelink 2 omgeving. Diezelfde omgeving gaat ons ook toelaten om dus niet alleen het scherm over te nemen, maar ook bestanden te kunnen delen met de gebruikers. Dat gaat dan vaak over installatiefiles van software of firmware, of misschien zelfs een handleiding, wie weet, die via dezelfde weg kan ter beschikking gesteld worden. De kost voor dit plan is €240 per jaar. Dat is inclusief alles wat op het scherm staat, dus ook het abonnement van de simkaart. En is berekend per veldboek, per tablet, per controller. Dat wil zeggen, iemand die een hybride set koopt, die was vroeger met die onderhoudscontracten vaak vertrokken voor een dikke €800 per jaar. Daar zat dan ook wel de calibratie in, bijvoorbeeld. Dat wordt nu €240 per jaar, dat is een heel stuk goedkoper. Maar uiteraard is het nog steeds mogelijk om die calibraties uit te voeren of te laten uitvoeren door onze technische dienst. Maar dat wordt dan gewoon apart erbij gerekend. En als wij goed hebben gerekend, zal dat zeker geen verhoging zijn in de totaalprijs, maar eerder op hetzelfde niveau blijven dan ervoor. Alleen kan de gebruiker nu zelf kiezen, wordt het een jaarlijkse calibratie bijvoorbeeld, of doe ik het liever om de 2 jaar, dan wordt het wat goedkoper. Dus de Connection Plus plan, zoals gezegd, is geen contract meer, dat is gewoon een plan. Dat zal op de bestelbon als een apart item aangeduid worden. En van dan af wordt het gewoon jaarlijks gefactureerd aan €240 per jaar, per tablet of per scherm in de machine. Goed, bedankt Joost en bedankt Brecht. Ik hoop alvast dat jullie allemaal iets hebben bijgeleerd op deze webinar. Zoals bij vele zaken is ook hier de beste leerschool om dit gewoon in de praktijk te gebruiken. Mochten er toch nog bijkomende vragen of problemen zijn, kan jullie steeds terecht op ons support telefoonnummer of op het e-mailadres. Eén vraag denk ik dat we alvast gaan beantwoorden. Brecht, er is eentje voor u. Wat is de kost van de upgrade naar Magnet Field versie 7? Ja, terechte vraag. Is eigenlijk vrij eenvoudig te beantwoorden en ook tegelijkertijd weer niet. Dat is een beetje afhankelijk van de stand van zaken wat betreft het lopende Magnet Field abonnement, of het lopende Magnet Field licentie tenminste, wat is geen abonnement. De meesten hebben gekozen voor een aangekochte licentie, dus die blijft eeuwig werken. Maar 1 jaar na de aanschaf, of gedurende 1 jaar na de aanschaf, heeft de gebruiker de kans om alle updates die gedurende dat jaar beschikbaar gesteld worden om die te installeren en te registreren. Dus eigenlijk binnen het jaar na de aanschaf is die update gratis. Zijn er klanten bij die al een tijdje bezig zijn met Magnet Field en dus komen van een oudere versie? Dan hangt het ervan af als ze gekozen hebben voor een maintenance, als ze die dus al eens eerder hebben besteld, dan zit daar ook een geldigheidsdatum op en ook daar weer is die geldig gedurende 1 jaar. Dus mensen die een maintenance hebben aangeschaft, bijvoorbeeld 5 maanden geleden, die kunnen Magnet Field versie 7 ook probleemloos downloaden en installeren. Mensen die zeggen die met een oude versie bezig zijn en in geen tijden hebben geüpdate en op basis van de informatie van vandaag zeggen, potverdorie, daar heeft Topcon echt wel flink werk geleverd om Magnet Field te verbeteren. Die kunnen uiteraard ook gewoon opnieuw instappen in die update mogelijkheid en een bestelbonnetje sturen. En dat kost dan €290 voor een nieuwe periode van 1 jaar, waarbinnen weer alle updates geïnstalleerd en geregistreerd kunnen worden. Dus ik hoop daarmee de vraag voldoende beantwoord te hebben. Dat denk ik wel. Ik kom toch vooral €290. Blijf ons vooral volgen op social media, zou ik zeggen, via LinkedIn, Facebook of Instagram. Voor meer nieuwtjes, tips en tricks en aankondigingen van onze volgende webinars. Want het blijft niet bij onze derde, maar we gaan zeker door met deze webinars. En vergeet vooral onze survey niet in te vullen. Dan kunnen wij peilen of jullie wat tips voor ons hebben voor de volgende survey, voor de volgende webinars, excuseer. Dan rest mij enkel nog om jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid en mijn collega's natuurlijk voor een deskundige uitleg.
Bedankt en tot de volgende keer. Dag. Tot de volgende keer. Dank u wel. Dag. Tot de volgende keer. Dank u wel. Dag.